Hoi allemaal, super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal Eline Kloxien. In deze video heb ik voor jullie een sushi mukbang omdat mijn YouTube kanaal 2 jaar bestaat. Ik heb er al wat super veel zin in de sushi en ook gewoon om deze video te maken. En vind je dat leuk, geef dan alvast een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, voor moest je dat nog niet gedaan hebben. En vergeet dan ook niet op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat, want sorry bij de hashtag op tijd squad en ben je altijd op tijd voor weer een nieuwe video. Laten we maar beginnen. Ik heb hier voor mij de sushi. En misschien denk je, waarom ligt daar zo één random sushi in? Dat is omdat mijn ouders ook deze sushi hadden besteld. Dus ik dacht, ik ga dat ook gewoon proeven in de video. Want dat lijkt me leuk. En ik heb hier ook een bakje met noodles. Dus laten we maar beginnen met eten. En ja, tijdens deze video ga ik gewoon een beetje praten over wat ik nog wil bereiken met mijn YouTube kanaal. En wat voor video's er nog gaan aankomen en wat ik een beetje op mijn kanaal wil gaan plaatsen. Ik ben eigenlijk ook eens benieuwd of dat jullie het leuk vinden dat ik een mukbang opneem en of jullie ook van sushi houden. Ik hou wel redelijk veel van sushi en dan vooral de avocado maki en de komkommer maki. Dus dat is dus avocado met rijst en zeewier rond en dan kan je dat ook met komkommer eten. En ik eet er eigenlijk heel vaak sojasaus bij. Want dat vind ik super lekker. Ik vind het zo raar om te eten voor de camera. En misschien vinden vele van jullie dat ook heel onsmakelijk. Dus sorry daarvoor. Maar het is een mukbang. En een mukbang eet je voor de camera. Dus... Ik vind sushi echt lekker. Alleen, ik eet wel echt nooit wasabi ofzo, want dat vind ik veel te pikant. Oh nee, mijn sushi is in de wasabi. Gelukkig nog niet zoveel, maar... Mijn YouTube-kanaal bestaat sinds maandag 24 november al 2 jaar. Ongelooflijk. En ik heb nu, denk ik, op dit moment 118 abonnees. En ja, daar ben ik natuurlijk heel blij mee dat ik al de 100 heb bereikt. Dat ik al voor jaar 1, denk ik. Dus daar ben ik echt super blij mee. Maar het is nu wel eigenlijk een tijdje al blijven steken op die 118 abonnees. Dus ja, ik zou jullie willen vragen om mijn video's te delen. Superveel te liken, te abonneren. En gewoon met al je vrienden en familie delen. Dat zou ik echt super leuk vinden. Dat zou mij super blij maken. En ook gewoon omdat als dat zo een tijdje blijft steken, dan is het zo van, plaats ik nog wel goede video's, denk ik dan. Ik plaats video's die ik zelf leuk vind om op te nemen. Dus bijvoorbeeld slijmvideo's heb ik nu al een lange tijd niet meer gepost. Maar er komt nu wel nog een video aan. Ik denk dat die misschien al op mijn kanaal staat als het online staat. Maar dat weet ik niet. Ik denk het nog niet. Ja, ik denk het wel al. Ik denk dat die vorige week is online gekomen. En ja, dus mijn YouTube-kanaal bestaat dus 2 jaar. Gewoon heel veel mijn video's delen, blijven abonneren, blijven liken, want dat maakt mij super blij. En als reacties werken we ook een leuke reactie plaatsen, dat vind ik ook altijd heel leuk. Zeker om te lezen en dan zo een beetje ja, te antwoorden en te reageren op jullie. En dat jullie dan terug reageren, want jullie plaatsen redelijk veel lieve comments, dus dat vind ik super leuk. En wat voor video's ik dus nog ga maken, ik denk dat dat vooral, want de slijmtrend is nu wel al een beetje weg. Maar ik vind het altijd wel leuk om dat te blijven maken voor speciale gelegenheden zoals kerstmis of zo. Dus ik weet niet of dat er nog veel gaat aankomen, maar ik vind het wel nog steeds leuk. En LOL Surprise video's, daar komt er ook nog eentje van aan. Wanneer weet ik niet precies, maar ik ga sowieso ook nog veel vlogs blijven maken. Of zo een weekendvlog, een weekvlog of gewoon een vlog van als ik een leuke dag heb of zo. Want dat vind ik ook altijd wel heel leuk om te doen. Of als ik niet naar een pretpark ga of zo, niet dat ik daar heel veel doe. Want ik ben eigenlijk nog maar 1 keer naar een pretpark geweest. Maar ja, dat soort video's vind ik ook wel leuk gewoon. Zelf ook om te kijken vind ik dat heel leuk, zo vlogs en zo. Omdat je dan echt zo ziet wat mensen doen. En je bent dan zo een soort van mee in hun leven aan het kijken. Dus dat vind ik zelf wel heel leuk. En dan gewoon ja, video's met de achtergrond, met als achtergrond mijn bed. Hè. Dus slijmvideo's, LOL-video's.
unboxing video's. Ik heb laatst ook een maskertje uitgetest. Dat komt wel later als deze video online, denk ik. Gewoon dingen uittesten, dingen uitpakken, slijm, weet ik veel allemaal. Ja, op mijn eerste video kon je ook heel goed zien wat ik allemaal wou doen op mijn YouTube kanaal. Dus daar is het eigenlijk ook allemaal mee begonnen. En ik weet nu dat ik de dag voor... Ik had die video er net opgenomen. Maar ik wist nog helemaal niet hoe ik video's moest editen. Dus ik was echt de hele tijd, oké, Eline, dit moet goed. Hè? Je mag geen fouten maken. Want ja, ik wist gewoon niet hoe ik moest editen, die eerste video. Dus die eerste video heb ik echt zoveel keer opnieuw opgenomen. Dat is echt niet normaal. En dan uiteindelijk was het gewoon gelukt. Want ik heb dat dus in één keer op moeten nemen. Ik denk dat die video eigenlijk niet zo heel lang duurt. Maar ik heb die video dus in één keer moeten opnemen. Omdat ik gewoon een nieuw stuk moet editen. En ja, ik was zo van... Ik kan toch moeilijk video's blijven opnemen in één stuk door. Dat gaat mij nooit lukken en zo. En dan heb ik mijn vriendin ingeschakeld. En die was dan eigenlijk een beetje mijn editster. Dus dat vond ik super leuk. En die video's vond ik ook echt heel goed geëdit. En nu, op dit moment, edit ik zelf mijn video's met iMovie. Dat heb je ook al kunnen zien, denk ik, in mijn YouTube-video. Dus waar ik een beetje ging praten over YouTube. Net zoals deze video eigenlijk. Maar dat was eigenlijk een uitlegvideo. En nu edit ik mijn video's dus zelf. En ja, het zijn niet zo'n speciale edits. Niet zo'n special effects of zo. Maar normaal is ook goed, vind ik. En ondertussen moet ik niet vergeten te eten. Straks wordt hier alles koud. Eigenlijk is het al koud, maar... Maar deze sushi is eigenlijk warm. Of die hoort toch warm te zijn. Nu is die niet meer zo heel warm. Dus deze. En dit is dus een crispy roll met... Ik weet niet. Een avocado, denk ik. Een mango en kip, denk ik. En dan zo'n krokant korstje. Dus dat ga ik gewoon eens uittesten. Eerst natuurlijk al een beetje in de sojasaus. Ik ga dat gewoon even zo met mijn handen pakken, want anders gaat dat niet in mijn stokjes. Dat is echt wel een lekkere sushi. Maar ja, dus vooral dat soort video's komen eraan. En ja, ik blijf gewoon natuurlijk posten op YouTube. Elke week dus één video. Zoals ik al eerder heb gezegd, denk ik. Want dat is gewoon het makkelijkste voor mij op dit moment. Ik ben ook nog maar 14 jaar ondertussen al. Dus ik zit natuurlijk nog op school. En ik heb natuurlijk nog huiswerk op school. Maar in de vakantie zoals nu, op dit moment heb ik krokusvakantie. En ja, in de vakantie probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk video's op te nemen, zodat ik al een tijdje verder kan. Zodat ik dat gewoon nog moet editen en plaatsen. Niet dat dat heel simpel is, want dat neemt natuurlijk ook wel heel veel tijd in beslag. Want soms denk ik echt zo van, Eline, hoe ga je nog klaarraken? Hoe ga je dan nog geëdit? Hoe gaat dan nog geëdit en zo kunnen worden? Want soms heb ik gewoon in de week gewoon geen tijd, omdat ik... bezig met mijn huiswerk of zo, dan neem ik mijn video's op vrijdagavond en dan moet ik die nog geëdit krijgen tegen zaterdag. Want in mijn uitlegvideo zei ik dat ik altijd op zaterdag ging plaatsen, maar eigenlijk is dat op dit moment op zondag geworden, omdat ik gewoon ja, geen tijd meer heb om dat nog op te nemen, nog te editen die avond. Dus vandaar is mijn fulltime dag eigenlijk zondag geworden en dat is dan meestal in de voormiddag. Daarom moet je ook zeker het belletje aanzetten, zodat je altijd op tijd bent voor een nieuwe video. Hè? Hashtag op tijd squad. En ik ben eigenlijk ook wel heel trots op mijn naam. En op mijn dingen wat ik heb verzonnen. Eline Klokzien. Klok. Hashtag op tijd squad. Op tijd voor een nieuwe video. Ik ben daar wel heel trots op dat ik dat heb kunnen verzinnen. En ja, die namen zijn een beetje raar. Het is ook niet mijn echte naam, Klokzien. Dat zou heel raar zijn. Ik weet eigenlijk niet, er zijn niet eens mensen die Klokzien mijn achternaam noemen, want dat is, ik denk dat bestaat gewoon niet. Maar vroeger toen ik dus mijn YouTube kanaal wou starten, dan was ik altijd van ja, als ik een YouTube kanaal ga hebben, ik ga echt Eline Klokzien noemen. Waarom? Vraag het me niet, ik weet het ook niet. Ik dacht gewoon, ja, dat rijmt, hashtag op tijdkot. Ja, ik vond het allemaal wel leuk klinken bij elkaar, dus sindsdien is het eigenlijk zo geworden.
En ja, ik ben er eigenlijk nog wel heel trots op dat je allemaal. Dat ik dat allemaal heb kunnen verzinnen. En dat ik nu al dit heb bereikt. Dus ja, je gaat nu denken, 118 abonnees. Wat is dat in vergelijking met 1 miljoen, 20 miljoen of zelfs 10.000 of 1000 abonnees? Dat is daar niks in vergelijking mee. Maar ja, ik ben toch wel heel trots dat ik al 118 mensen heb die op dit kanaal, ja, die hier abonnee van zijn. En ik zie ook wel heel vaak dat mijn weergaven redelijk hoog zijn. Maar de mensen, zeker de helft van de mensen die kijken naar mijn video's, is niet geabonneerd. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel jammer om te zien. Dat heb je eigenlijk echt nog wel bij veel YouTubers. Want soms kijk ik ook YouTube-video's en dan zeggen die van, ja, zoveel procent van de mensen die op mij, die mijn video's kijken, zijn niet geabonneerd. En ja, ik vind het eigenlijk ook wel heel jammer om te zien, omdat ja, je doet dan zo je best voor een video. Er kijken dan superveel mensen, maar die zijn dan geen abonnee. Dus als je nog geen abonnee bent, abonneer zeker, want dat zou ik superleuk vinden. Heb ik echt al veel gezegd deze video, maar dat maakt mij gewoon blij om te zien dat ik stijg. Allee, dat mijn weergave en mijn abonnees stijgen. En dat ik iets kan doen wat ik graag doe. En dat veel mensen dat ook leuk vinden. Dat vind ik gewoon tof om te zien. Maar dus eigenlijk een korte samenvatting van wat ik nu allemaal al heb gezegd. Ik ben trots op mijn naam en wat ik tot nu toe al heb bereikt. En ja, video's die hier aankomen, ik denk LOL. Sommige nog slijmvideo's denk ik, weet ik niet. Maar ook vooral met dingen die ik leuk vind, zoals vlogs, weekvlogs. Of als bijvoorbeeld een speciale dag is, Pasen. Of Kerstmis of zo, een leuke DIY. Of een vlog daar rond of een video daar rond. Dus ja, dit is eigenlijk een beetje een samenvatting wat ik allemaal tot nu toe al heb gezegd. En dan, ja, ik ben gewoon echt heel blij dat ik aan YouTube begonnen ben. Want ik weet nog dat ik, dus die dag dat ik één video aan een stuk had opgenomen. Ik was echt aan het twijfelen van, plaats ik het of plaats ik het niet. En ik dacht van, ja, ik doe het gewoon, hè. Dus ik klik op die knop en dan was ik zo van, oké, het is bezig met plaatsen, het is bezig met plaatsen. En dan stond hij online en ik was zo van, oké. Dus ik stuurde direct naar al mijn vrienden door. En iedereen ging die video kijken en ik heb daar nu al iets van 150 weergaven op of zo, ik weet niet. Maar ik heb nog niet eens 150 abonnees en dan heb ik al zoveel weergaven op mijn allereerste video. Maar ik vind het ook wel leuk om te zien dat mensen zo keiveel naar je allereerste video gaan kijken. En zelf vind ik dat dan ook wel grappig. Want ik denk later, als ik, weet ik veel, 20 jaar ben of zo. Ik weet niet eens of ik dan nog aan YouTube ga doen. Zelfs niet als ik 16 ben of zo. I don't know. Maar ik vind het heel leuk om te doen. Dus ik denk van, ja, waarom ga je daar niet mee doorgaan? Ik weet wel niet of ik YouTube als een fulltime job zou willen zien. Dus ook nog veel te vroeg om daar allemaal aan te denken. Maar als je zo mensen ziet die daar een fulltime job van maken, die moeten ook maar hun geld daarmee verdienen, hè. En ik denk dat ik liever YouTube als hobby zie. En niet echt als een beroep van dat ik later daar als beroep ga krijgen. Want ik weet ook nog niet wat er allemaal gaat komen, hè. Voor hetzelfde geld blijf ik gewoon op 200... of 150 abonnees steken. Allee, ik hoop dat ik toch de 200 zal halen. De 1 miljoen zelfs ooit. Maar voor hetzelfde geld denk ik van, ja, ik ben er eigenlijk klaar mee. Ik heb geen zin meer. Dat is zeker niet op dit moment het geval. Op dit moment ben ik zo blij dat ik YouTube doe. Ik heb ook al kabel gekregen. Ik heb al een statief gekregen. De hashtag heb ik al gekregen. Ik heb zelfs al een filmlamp gekregen waar ik nu mee film. Ik heb al zoveel dingen gekregen. Gewoon omdat ik YouTube doe. En dat is dan van familie en vrienden en zo. Dus ik ben daar echt ook super dankbaar voor. Omdat ja, anders was het maar een beetje saai geweest. Slechte belichting. En dan met die hashtag op de achtergrond is natuurlijk ook altijd leuk. En mijn familie geeft mij ook wel tips. Van, ja, dat kan je misschien doen. Dat kan je misschien doen. Dat is leuk om te doen. Dus daar ben ik natuurlijk ook super blij en dankbaar voor. Nu heb ik trouwens zo'n witte saaie achtergrond. Maar ja, ik dacht, het is ook al donker buiten. Meestal heb ik ook al tegen jullie eens een keer gezegd in een video, denk ik. Meestal als ik mijn video's opneem, is het avond. Dus dan is het donker. Dus daarom was ik ook heel blij dat ik zo'n filmlamp heb gekregen.
Maar daarom dat ik nu even op een witte achtergrond zit. Omdat als het licht op een witte achtergrond schijnt, dan is dat ook veel klaarder. Allee, veel lichter, dus dan zie je dat ook beter. Oké, ik ga nog een beetje verder genieten van de sushi en van de noodles. En hierbij wil ik zeggen, dank jullie wel voor de mensen die mij al 2 jaar lang volgen. Dank jullie wel voor de mensen die abonnee zijn. Dank u voor de mensen die altijd mijn video's liken, leuke reacties plaatsen. Bij de hashtag op tijdskot horen, dat is natuurlijk ook niet te vergeten. Dank jullie wel dat jullie zo trouw blijven aan mijn YouTube kanaal. Ja, dat steunt mij eigenlijk ook wel echt heel hard en ik ben daar echt super dankbaar voor. Dus ik hoop dat jullie deze mukbang leuk vinden. Is dat zo, geef dan een dikke vette duim omhoog. Deel deze video massaal. En ja, dat zeg ik. Tot de volgende video. Doei!